Welkom op mijn kanaal. Hoe maak je zelf met je handen en een beetje gereedschap? Van harte welkom weer natuurlijk. En wat gaan we? Hoe gaan we het vandaag maken? En dat wordt een router jig. En ja, router is natuurlijk een vrees. Maar wat het woordje jig, hoe ik dat moet vertalen, daar ben ik niet achter gekomen. Ik heb zelfs in Google Translate het geprobeerd en ik kom er niet achter. Dus als iemand weet hoe ik het wel moet vertalen, dan hoor ik het graag hieronder. Ik heb een mooi stuk. Nou ja, noem maar weer resthout. Het is weer betonplex. Nou, deze is in ieder geval nog, deze kant is haaks. Dus ik ga vanaf deze kant ga ik er in ieder geval even een strook van zagen. Ik zaag er eerst even een smalle strook vanaf om de beschadigingen van het hout even weg te halen. Dus dat betekent dat ik een rond van ongeveer, 2 centimeter eraf moet halen. Dat is ongeveer zoiets. Zo, nu ga ik een plank eraf zagen van ongeveer 2 centimeter. Ongeveer 4 centimeter. Dus even opmeten. Ik wil ongeveer 4 centimeter breed hebben. Ja. Zo. Kijk, dat is nu deze. Nou, met afkort zagen haal ik hier nog even een stukje vanaf. Want er zit hier ook nog een gat in. Dus dat ga ik nog even doen. Nu ga ik met deze frees, met de kogelhagertje erin, ga ik op de kopse kant. Ga ik hem zo frezen dat hij er tot zover in ieder geval van in past. En dat ga ik nu even doen. Ik heb besloten om het toch even eerst met deze frees te gaan doen, want dan kan ik hem stapje voor stapje omhoog laten frezen. En dan ga ik, die is een millimeter te smal en daarna doe ik het wel even met die andere. Ik heb hier een streepje gezet, want ik hoef maar tot zo ver erin te gaan, dus dan kan ik precies zien hoe ver die komt. Dus ik heb nu even dit weer gemaakt, dan gaan we hem nu even frezen. En dat ga ik nu met deze doen, zodat ik zeker weet dat die kogellager er ook in past. Want ik denk, kijk, hij paste net niet in. Maar omdat ik nu het meestal heb weggevreesd, kan ik nu zometeen helemaal met deze het in één keer gaan doen. Ik wilde niet weer het risico lopen wat ik toen een keer met andere keren gehad. Dus ik ga even de vezel wisselen. Ja.
nu is die op de juiste breedte. Dan moet ik zo meteen hier een sleuf in gaan frezen. Maar daarvoor ga ik eerst even iets pakken waar ik een glijder van kan maken. En dat ga ik nu even doen. Nou, deze is dus, even kijken, is 18 mm dik. En ik heb even een stukje van achter gepakt, een hardstek. En hier ga ik de sliders van maken. En die is, kijk, die is 12 mm dik. Dus dat is op zich wel mooi. Om nog even een idee te geven. Hij is, zeg maar 4 centimeter lang. En het totale stukje hout is nu 58,5. Nou, de lengte van dit ding maakt natuurlijk helemaal niet zoveel uit. Want hoe langer je hem hebt, hoe groter de cirkels je kunt maken. En hoe korter die is, hoe kleiner de cirkels worden. Dus ik pak gewoon deze. En nu ga ik eerst even hier een randje van afzagen. En dat wordt een randje van, ja, wat zullen we doen? Ik zal even kijken naar dit, want dit is natuurlijk 4. En het moet wel voldoende materiaal overhouden, dus ik denk dat als ik een, 2 centimeter. Ik ga daar een randje afzagen van 2 centimeter. Nou, nu is dit 2 centimeter breed. Nou, dat past mooi hierin, denk ik. Maar dit is natuurlijk veel te lang. Dus dat ga ik, wat zullen we zeggen? Ik maak daar 6 centimeter. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. Dus, en er moet hier dus een gleuf ingefreesd worden die zo breed is als wat dit blok. En dit blokje is breed. Ja, 2 centimeter heb ik gezet. Ik ga even kijken. Heb ik een frees van 2? Anders is natuurlijk als je hem iets. Ik heb wel een frees van 2. 10, 12, 16. Als ik al die frees van 16 neem. Want ik heb wel een 20. Nee, ik pak je frees van 16. Kijk, dat is deze. Die is namelijk ietsje smaller als die. Want ik wil hem natuurlijk precies in het midden hier hebben. Dus ik ga een keertje heen. En daarna ga ik terug en dan zorg ik er wel voor dat dat 16 mm wordt. Dus wat ik ga doen, ik laat in eerste instantie, deze laat ik staan. Want dit was precies op het midden namelijk. Dus nu komt dan even de volgende truc. Want we, even kijken, waar ben je? Ja, hier ben je. Want we willen natuurlijk dat we voldoende dikte materiaal houden. Dus zeg dat dit een mooie dikte is. Dat dit stuk overblijft. En aan de achterkant zit ik natuurlijk met hetzelfde. Dus ik denk van, gewoon voor de stevigheid bedoel ik dan. Hè? Dus die doe ik dan tot aan daar. En dan ga ik eerst even deze frees er even in zetten. Nou, daar gaat hij. Kijk, dat is de eerste. Draag hem even om. Kijk wat er nou fout is gegaan. Ik had dat streepje niet goed gezien. Dus ik heb nu even een streep helemaal doorgetrokken over de volledige breedte. Want de achterkant is nu eigenlijk te ver naar voren toe gegaan. En nou, dat geeft niet, want ik heb hem maar heel ondiep gefreesd. Hij is maar, ik denk 1,5-2 mm diep. Dus ik ga nu zorgen dat de volgende doorgangen niet zo breed zijn. En, maar je kunt ook zien, het blokje valt er nog niet in. Dus ik moet deze. Oh. Ik moet deze balk dus een heel klein stukje die kant op schuiven.
Nou, ik heb nu een aantal keren die balk even verschoven. En zoals je nu kunt zien, heeft hij nu de juiste breedte. Dus hij gaat er nu gewoon goed doorheen. Ja, en nu moet hij natuurlijk dieper, want hij moet uiteindelijk zo diep worden dat ik deze aan de bovenkant, dat dit bovenkant van deze net onder de rand van deze komt. Dus dat ga ik nu doen. Nou, ik heb het nu een aantal keren er doorheen gefreesd. En zoals je nu kunt zien, kijk, hij glijdt er gewoon heel mooi doorheen. Ik ben nog wel sommige stukjes wat te ver gegaan, maar goed, dat is geen punt. Want kijk, hij ziet er wel een stoppertje op. Maar hij is gewoon overal. We kunnen hem nergens erbovenuit zien steken. Ja, hij is, wat dat betreft is hij overal er keurig netjes is hij erin gefreesd. En wat nu de bedoeling is, is dat we, dan hebben we deze dus klaar. En nu moet deze, hier in het midden, moet een sleufje van, nee, wel, we gaan eerst een bout opzoeken. Nou, ik vind het wel leuk, want ik vind in mijn bak met bouten en moeren, vind ik deze knop nog, met de bijpassende. Dus die ga ik ervoor gebruiken. Ik moet er nu een sleuf in gaan maken van 8 mm. Dat ga ik nu even doen. Nou, ik pak in dit geval een 6 mm. En dan ga ik er gewoon weer twee keer doorheen. En dan net zolang tot ik de juiste diameter heb. Nou, ik heb nu de frees wel helemaal omhoog gedaan. Want het is natuurlijk nog maar een dunne laag waar die doorheen hoeft. Dus dat ga ik nu in één keer ga ik dat doen. Nou, wat je nu kunt zien is dat deze, kijk, er mooi en goed doorheen gaat. Dus dat gedeelte hebben we ook alweer opgelost. Wat we nu gaan doen is dus hier deze moer gaan we nu hier inzetten. En hoe doen we dat? Nou, dat is niet zo heel erg ingewikkeld. We bepalen het midden van het hout. Nou, dat is hier, zeg maar. Kijk. Dat is hier, zoals je ziet. Dus dan zet ik even met de priem. Zet ik in het midden. Oh. Zet ik even een gaatje. Zo. Nou ga ik kijken hoe breed op de vlakke kanten van de moer deze moer is. En dan zien we 12,79 mm. Dus ik denk dat ik een boor pak van 12,5. Dan boor ik daar een gat in van 12,5. Voorzichtig boren. Ik doe het gewoon heel mooi langzaam. Want hij moet zo diep worden. Ik zal even kijken hoe diep dat moet zijn. Hij moet natuurlijk zo diep worden dat die moer erin past. Dat is 6,4 mm ongeveer. We gaan even kijken hoe ver ik ben. Ik zit op 6,9. En wat zei ik nou? Ja, die moer die past er nu mooi in. Dus... En dan moeten we natuurlijk nog een gaatje in het midden boren. Waar deze bout erin past. En die was, wat hadden we gezegd, 8. Dus dan pakken we een boor van 8,5. 8,5. En die gaat er weer... helemaal door. Dat is ook alweer klaar. En nu moet die moer erin. En hoe doen we dat? Nou, dat is niet zo heel erg ingewikkeld. Want die leggen we gewoon neer. Ik zal de camera even op een andere werkbank neerzetten. Dan
Nu zit hij er heel mooi vlak zit hij erin. En vast. Nou, dat is stap 1. Nou moet hier, want deze... Ah, het is misschien wel een idee om er even een... Het is wel, ik doe er wel even een waaier onder. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. Wel fijn als het... Nou, kijk, dit zit al. Alleen je ziet, hij is te lang. Ik heb hem nu helemaal aangedraaid. Ik heb hem nu helemaal aangedraaid en hij zit dus wel helemaal vast. Dus wat we nu gaan doen, we gaan deze bout, gaan we wat korter maken. Dus dat gaan we nu even doen. Ik zet hem even in de bankschroef en dan zaag ik hem even af. Nou, ik vond nog een oude 4 mm boor, dus die ga ik ervoor gebruiken. Dus die zaag ik eerst even op lengte af en dan gaan we die erin stoppen. Nou, ik heb nu dit stukje afgezaagd van een oude 4 mm boor. En ik ga nu met een 3,5 mm boor ga ik nu hier een gaatje boren. Maar 3,5 mm boren. Ik sla er een pennetje in van 4 mm. Zit die ook meteen mooi vast. Dus dat gaan we nu doen. Zo. Belangrijk is wel dat aan de onderkant zit de moer. Dus die trekken we omhoog. Dus dat betekent dat de pen hier aan de onderkant eruit moet gaan komen. Want anders gaat het niet werken natuurlijk. Nou, dan gaan we. Er zit een klein beetje houtsplinters. Oh, er zit een klein beetje houtsplinters aan. Die haal ik even weg. Nou, de jig is helemaal klaar. Hij kan nu alle kanten op. En ik heb net even opgemeten. De kleinste cirkel die je kan maken heeft een straal van 4 centimeter. Dat betekent een cirkel van 8 centimeter. En dat kleine hoeft voor mij ook niet. Om de eenvoudige reden dat... kleinere cirkels kan ik wel maken op andere manieren, want ik heb wel gaten boren. En de grootste die ik kan maken, en ik kan dus noods het blokje nog even omdraaien, is ruim een meter. Dus wil je ze nog groter hebben, betekent gewoon dat je dit langer moet maken. En dan moet ik wel zeggen, kijk, dan wordt dit allemaal wel wat ieler en wat kwetsbaarder. Dus, maar goed, een cirkel van een meter is natuurlijk al een hele mooie cirkel. Wat ik nu even ga doen, ik ga jullie nu even laten zien hoe zo'n jig werkt. Nou, je neemt het plankje hout waar je de cirkel van wilt zagen. Bepaal je het midden van. Dat doe je door de diagonalen een streepje te zetten. Op die diagonaal ook even een streepje te zetten. Dan boren we hier een gaatje in van 10 mm. Zo, dat is weer. Dan zetten we het pennetje doen we in het gaatje. Dat is deze. En dan gaan we even kijken hoe... Kijk, op deze manier kunnen we ook mooi zien. Het goed kunt zien zo. Wacht even, doe het even zo. Op deze manier kunnen we ook precies zien hoe groot we de cirkel willen maken. Want de binnenkant van deze opening bepaalt uiteindelijk de grootte van de cirkel. Dus we zetten hem vast, we pakken een potlood, we tekenen een cirkel. Kijk, dan hebben we nu al de cirkel. Wat ik nu ga doen, ik ga met de decoupeerzaag even, of met een lintzaag, maar die heb ik nog niet. De decoupeerzaag ga ik even de cirkel gewoon grof uitzagen. Zo.
Dus die grove cirkel. Nu stoppen we dat pinnetje er weer in. En dan zien we. Even kijken hoe ik dat het beste kan laten zien. Ja, zo wel denk ik. Zo. Kijk, wat iedereen wel weet is dat je met een decoupeerzaag nooit een mooie ronde cirkel krijgt. En dat gaan we nu met dit hulpstuk doen. Dus we plaatsen de jack ervoor. Dan gaan we de hoogte bepalen waarop die van het hout waar we het rondje van willen maken. En dat doen we op een dusdanige manier, want we willen natuurlijk niet deze inkeping van deze jig ook nog weer verder gaan frezen. Het is natuurlijk veel makkelijker als je een freestafel hebt, want dan ligt alles gewoon vast. Ik zal deze toch even vast proberen te zetten waar je het even nafreest. En dan heb je een mooie stabiele. Nou kijk. Nou, ik ga het doen. Cirkel. En wat nou het voordeel is, als je dan toch zegt van goh, hij moet kijk, je kunt ook zien, hij past precies, gaat hij erbij langs. En wat nou het voordeel is, is als je zegt van hij moet toch een ietsje pietje kleiner, nou dan draai je dat dingetje weer los. Dan versteer je die jig weer een ietsje pietje kleiner. Kijk, ik heb het nu een klein stukje kleiner verschoven. En dan zoals je hebt gezien, je kunt hem dus gewoon heel makkelijk even weer kleiner maken. Maar goed, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. En ik zou zeggen, ga naar je werkplaats. Ga hem lekker bouwen. Als je cirkels nodig hebt, dan is het natuurlijk je ideale manier. Hij is ook niet moeilijk om op te ruimen, want je kunt gewoon een pinnetje aan de muur doen. En hem gewoon zo ophangen en dan ben je hem ook kwijt. Ik ben er denk ik bij elkaar, ja, maar ongeveer ruim bemeten een uur mee bezig geweest. En ik heb weer een apparaat erbij die ik weer heel goed kan gebruiken om cirkels te maken. En ik zou zeggen, duimpje omhoog als je het leuk vond. Je ziet mijn adem, want het is hier binnen in de schuur net zo koud als buiten. Dus het is 6 graden. Het zal ietsje warmer zijn doordat ik hier nu sta te werken. Maar ik rook niet hoor, maar dat is gewoon de condens van mijn adem. Dus als je het leuk vond, even een duim omhoog. Als je denkt van goh, dat vind ik interessant allemaal, dan abonneer me even op mijn kanaal en druk ook even op het belletje, want dan mis je in ieder geval geen video. En iedere vrijdag komt er in ieder geval een video, maar ik hou het volledig in mijn eigen, bij mezelf, om tussendoor ook video's te kunnen publiceren. Vandaar dat ik zeg, druk ook altijd even op het belletje. Want als ik toch extra video's ga publiceren, dan weet je meteen wanneer er weer een nieuwe komt. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende video.